Dat was een leuk dagje, ja. Met Devin. Ja, jammer dat hij zich verbaal niet zo kon uiten, maar zijn ogen die spraken wel. Het was echt... Ja, was echt superleuk. Ik zag hem gewoon genieten van alle trucs. En zelf probeerde hij ook te goochelen, was ook heel leuk. Wat kan ik nou met dat boek doen? Misschien Jordi. Jordi Graat, die kent heel veel mensen. Misschien weet hij iets. Hey Jordi, met Magic Mike. Ja, ja, goed, goed. Hey, ik heb per ongeluk het mooie momentenboek van de Severinus tevoorschijn getoverd. Alleen ik weet niet goed wat ik ermee moet. Ja, jij kent toch een hoop mensen? Ja, ik denk dat ik wel wat mensen ken. Dan moet ik er eventjes langs gaan en vragen wat zij ervan vonden. Alleen, er is één probleem. Ik heb hier natuurlijk geen boek. Nee, dat gaat lukken. Ik zorg dat het bij jou komt. Kijk straks maar eens in je tas. Oké, dankjewel Magic Mike. Ik ga ermee aan de slag. Doeg! Is goed. Groeten. Hoi hoi. Nou, succes met Jordi. In mijn tas. Nou ja. Dat heeft hij nog eens goed geregeld. Hey Jordi. Hey. Wat brengt jou hier, joh? Nou, ik heb hier het mooie momentenboek. Aha. En daar staat u natuurlijk ook in. Oh, ja. Samen met Edward. Hoe vond u deze ervaring? Ah ja, ja. Ja, ik herinner me die middag in de Poppa in Eindhoven. En hij kwam met een saxofoon en zo. En wel, had ik al een drumstel klaargezet. Het was een fantastische dag. Jazeker. Ja. Dankjewel, hè. Plezier met het boek, hè. Jij bent Niels. Ja, daar ben ik. Goedemiddag. En je hebt samen met Werner ook een mooi momentje gehad. Ja. Hoe vond je het? Hoe was je dag? Nou, ik was bij Friska in Hamburg geweest. Dus ik werd daar vriendelijk opvangen door die medewerkers. Ik kreeg een bakje koffie, met ik een andere hand als wij dus tot bij de bedding kwam. En toen heb ik hem echt leren kennen. Zijn we samen door het bedrijf eens gekregen. Want het was echt heel mooi. Het is al een heel mooi auto's, Porsche, zo in de Ferraris. Voor jou was het een fantastische dag? Voor mij was het een fantastische dag, ja. Dus ik heb echt van genoten. Maar ik ga nog meer op zoek naar mooie momenten. Langs wie zou ik moeten gaan? Langs Maaike. Maaike. Oké, okay, ja. Dan ga ik daar op zoek. Doeg. Oké, okay, prettige dag verder. Wauw. Hey Maaike. Ja? Ik hoorde iemand vanaf de straat zo mooi piano spelen. Ik denk, dat kan maar één iemand zijn, Maaike. Ja, in het mooie momentenboek. En jij hebt samen met Aristakis een hele mooie dag gehad. Vertel eens, wat heb je allemaal gedaan? Dat was een superleuke dag. Wat we heb hebben lekker samen piano gespeeld. En dat vonden wij hartstikke gezellig. Ja? Maakte die grapjes? Maakte leuke grapjes. En we kletsten gezellig alsof we thuis waren samen. Ja. En wat heb je van hem geleerd? Dat ik mijn kruk hoog mocht zetten. Dat ik dan een goede, ja, dat ik goed kan zitten. En dat ik goed lekker van mijn muziek moet genieten. En recht uit mijn hart moet spelen. Dat is heel belangrijk. Ja. Nou, het staat hier allemaal in het mooie momentenboek. Speel ze, ik ga door naar de volgende. Dankjewel. Dat gaat lukken. Doei. Zeker weten. Doei. Hey. Niels en DJ B-Front. Maar die DJ B-Front die ken ik, die kan ik wel eens even bellen. Jordi, mijn Bob. Hey B-Front, met Jordi. Hey, ik ben hier door het mooie momentenboek aan het bladeren. En daar sta je ook in met Niels. Vertel eens, hoe was jouw dag? Ja, dat klopt. Ja, we hebben voor het boek Mooie Momenten heb ik een heel leuk gesprek gehad met Niels in de kerst. En we hebben zelfs nog een super vette DJ-set gedraaid. Dus dat was echt super leuk. Ah, kijk, dat is super om te horen. Nou, dankjewel, hè. Spreek elkaar. Doeg. Ja, thanks. Jou ook fijne dag. Succes nog. Doei, doei. Hallo allemaal. Eindelijk is dit boek uit. Hashtag mooie momenten. Bijzondere ontmoetingen van de cliënten van Severinus. En jij kan zo'n boek bemachtigen. Ga naar severinus.nl en bestel hem voor €12,50. Alvast heel veel leesplezier.